In het verhaal Tuinvogeltelling zitten ik, laten we maar even zeggen, gewoon ik, aan het graf van zijn ouders en hij denkt na over zijn vader en de rol van de vader in zijn algemeenheid. Die vader was een woedende, reactionaire man geworden. Alleen was dat eigenlijk wel zo. Ik wil een stukje voorlezen. En ik dan? Had ik dat als een vertraagde boosheid geïncorporeerd of imiteerde ik mijn vader alleen maar? Werd ik langzamerhand een man die niets moest hebben van de Black Lives Matter en de Zwarte Piet discussies? De prinsen- en prinsessenopvoeding door de 30's en 40's? Een man die vond dat Europa veel te ruimhartig omging met economische vluchtelingen en die meende dat Nederland te veel coulance vertoonde tegenover de weigering van veel voormalige gastlanders te integreren, van wie er een aanzienlijk aantal na jaren zelfs nog geen woord Nederlands kon uitbrengen? Hadden het afwijzen van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en een oplopende leeftijd een causaal verband? Had ik het normaal moeten vinden dat jongeren met een beperkt maatschappelijk perspectief zich verenigden in elkaar rivaliserende en bestrijdende rapgroepen en dat ik soms dacht, rot op naar je eigen land? Of was ik toch nog steeds een bekommerde socialist, zoals Cornelis Vreeswijk zichzelf ooit bezong? Ik kwam er niet uit. Wat zeg jij, pap? Black Lives Matter. Ik kon me daarover opwinden als bekommerde burger. Een soort pleonasme, dunkte mij. Female Lives Matter. Male Lives Matter. Alle lives matterden. Waarom mensen scheiden in groepen? Waren niet alle mensen altijd gelijk geweest in mijn denkwereld? En waarom werd ik mede verantwoordelijk gesteld voor het Nederlandse aandeel in de slavernij, terwijl mijn voorouders zelf gekregen werden als loonslaaf in de textielindustrie? Als horig op het platteland, als nederige dienstmaagd voor de rijken? Hadden al die aanklagers wel enig historisch besef? Was de vader van mijn vader niet door honger en werkloosheid gedwongen geweest naar het westen te verhuizen om daar als 28-jarige aan kanker te sterven? Wat zeg jij ervan, pap? Natuurlijk bleef het stil. Zachtjes ruiste de wind door de naaldbomen. Mijn ouders waren tot rust gekomen in hun graf. Naast hen was het graf van hun vrienden. Een toevalligheid dat de vriendschap ook na hun aller dood continueerde. Zouden die mensen onderling nog met elkaar communiceren? Iets verderop verwijderde een huilende man het onkruid van graf. Molukker. De Molukse gemeenschap had zich altijd kunnen verheugen in een warm welkom in onze maatschappij. In de kerk en op school. Hun levens deden ertoe. Ondanks het feit dat de Indonesische regering daar anders over dacht. Plotseling voelde ik de behoefte het lied van Vreeswijk op te zoeken op Spotify. Ik noteerde instemmend het wel erg plot poëtische refrein. Nou, en dan word ik wel eens bang. Dan lopen de rillingen over mijn huid, dan doe ik de televisie maar uit. De televisie van mijn vader is al lang uit. In de laatste dagen van zijn leven taalde hij daar ook niet meer naar. Weemoedig haal ik zijn gezicht voor de geest. Pa glimlacht alsof hij zeggen wil, jongen, tenslotte maakt het allemaal niks meer uit. Mijn woede heeft uiteindelijk weinig opgeleverd. Doe die televisie uit en tel die vogels nou maar. Daarvoor ben je hier.